Met wie heb ik het genoegen? Peter Wilming. En wie is Peter Wilming? Ik ben plaatsvervangend commandant van de 11e Luchtmobiele Brigade. Oké, en bent u voor het eerst in de expositie hier of bent u al wel in andere plekken geweest? Nee, ik ben de expositieruimte ken ik. De kerk zelf? De kerk, ja. De kapel ken ik. Ik ben ooit eens getrouwd geweest, lang geleden. Daar zal ik u niet mee vermoeien. Ook in deze kerk? In deze kapel ken ik. En de expositie heb ik eerder gezien in Den Haag bij het departement van Defensie. Ah, oké. Okay. En daar heb ik ook Amy van Zon ontmoet. En daar hebben we ook de eerste afspraken gemaakt om de expositie hier vandaag naartoe te brengen en te openen. Hoe is dat nu achteraf terugkijkend op dat de expositie in Den Haag heeft gestaan? Heeft dat nog een indruk achtergelaten daar? Of? Ik wellicht door de omgeving, dat weet ik niet. Hij maakt hier meer indruk op mij. Wellicht sta ik er nu wat meer nog open dan dat ik er destijds voor stond. Mm-hmm. Ik keek ernaar, ik heb een aantal mensen gesproken. Ik vond de mensen eigenlijk interessanter dan zeg maar wat zij exposeerden. Ik vind het nogmaals hier indrukwekkender. Ja. Zijn er bepaalde kunstwerken die er extra uitstaan of extra betekenis hebben voor u? Wij hebben net even kort een rondleiding gekregen van de dame die zo mooi heeft gezongen voor ons. Die heeft wat toelichting gegeven. En ik vond het schilderij waarbij een Nederlander als onderdeel van een Amerikaanse eenheid een krijgsgevangen genomen Afghaan verbond. Hmm. En daarmee zeg maar zijn menselijkheid bleef tonen ook bij een conflict. Dat vond ik eigenlijk een heel mooi schilderij. Dat sprak mij eigenlijk heel erg aan. Is dat iets wat ook resoneert met een eigen ervaring? Menselijkheid houden, zeg maar, op missie? Nou, ik ben 2 keer op missie geweest. Ik hoop dat ik dat ook heb gedaan. Maar ik heb wat minder indringende ervaringen bij die missies, denk ik, opgedaan dan sommige andere mensen. Maar het is wel iets wat ik probeer na te streven. Ja. Maar ik besef tevens dat iets is wat heel moeilijk is om van jezelf op te leggen en tot uitvoering te brengen. En ik heb heel veel respect voor mensen die dat kunnen. Want hier was het geval, er zijn 2 mensen verloren gegaan van de eenheid. En de eenheid nam deze man krijgsgevangen en nam hem mee. 2 mensen verloren door het toedoen van deze krijgsgevangenen. Ja. En om dan je beheersing te behouden en je waardigheid te behouden. Ik vond dat verhaal heel indrukwekkend. Ja. De expositie staat hier ook op een missie, om mensen iets mee te geven. Wat zou u willen wat mensen hiervan meenemen? Ik denk dat het belangrijkste is dat als wij mensen op missie sturen, dat wij ons ervan bewust zijn dat mensen risico's lopen. Risico's lopen dat ze beschadigd raken of erger dat ze overlijden. En dat wij een van de taken hebben, naast respect en waardering, als het nodig is, ook zorg voor onze veteranen als ze terugkomen en daarvan beschadigd zijn. En dat mensen die nog op missie moeten, die dat ook zien, dat dat geen lege woorden zijn, maar dat wij daar alles aan doen om hen te blijven ondersteunen als ze dat nodig hebben. Ja, mooi. Zo'n expositie als dit draagt daar ook aan bij? Ik denk het wel, want ik heb vandaag, ik ben zelf veteraan. Ik heb het idee dat ik op geen enkele wijze geschonden uit mijn missies ben teruggekomen. Maar ik heb vandaag wel een aantal veteranen gesproken die kunnen dat helaas niet zeggen. En ik merk bij hen dat zij dat zeer waarderen. Dat zij hun verhaal mogen vertellen. Of zij herkennen zich in verhalen. En dan zie ik dat dat voorziet in een bepaalde behoefte. En dat vind ik mooi in deze tentoonstelling. Ja. Nog verder iets om af te ronden? Ik heb beloofd het kort te houden deze keer. Nee, ik heb hier aan meegewerkt om het hier mogelijk te maken. Daar heb ik aanvankelijk wat mee getalpt. En als ik nou terugkijk, ben ik nog meer tevreden dat wij Amy van Zon en de kunstenaars en al die andere vrijwilligers, dat we die toch hebben gefaciliteerd om het hier de komende 6 weken mogelijk te maken. En dat vind ik toch heel mooi. Gebaar naar de veteranen, maar ook een gebaar naar de mensen die om die veteranen heen staan. Om de veteranen daadwerkelijk te ondersteunen in hun heling. Dus geen enkele spijt dat u op missie bent gegaan met helmen vol verhalen? Absoluut niet. Hartstikke volmondig. Mooi. Nee, is oprecht blij dat het hier nu is. Mooi, hartstikke bedankt. Heel veel succes met je de komende weken met het, zeg maar, het duiden van de expositie. Ja, dank u wel. Graag gedaan.